Hoe zien jullie er bij Twente toe gekomen om de Fighterlight te gebruiken? Ja, we zijn destijds eigenlijk in contact gekomen met iemand die een type Vitalizer kocht. En die drong er eigenlijk op aan om dat nu een keer te testen. En nou, uiteindelijk hebben we toen op de NoPure NoPay basis hebben we hier een Vitalizer geïnstalleerd. En toen zagen we na een dag dat de geur in het water, wat er voorheen gigantisch stonk, was eigenlijk erger dan vier, zeg maar, hè, wat je vaak ruikt als er over het land uitgereden wordt. Ja. Maar het stond nog erger dan dat. En na een dag merkte ik dat in die put waarin dat zat, een put van ongeveer 250 kuub water, haalde ik een emmer van het water uit. En ik rook eraan en die geur was eigenlijk voor 87% was die geur gewoon verdwenen. Dus het had een veel zachtere geur en ik geloofde mezelf eigenlijk niet. Dus ik ging met die emmer naar mijn monteur toe, die altijd aan pompen en kranen zat en filters schoonmaken. Dus ze was altijd met het water al bezig. Ja. En ik vroeg aan hem van, nou, wat vind je van het water, van dit water? En hij rook eraan en zei, ja, waar heb je het water gedaan? Ik zei, uit de put. En hij geloofde het helemaal niet. Ongelooflijk afgenomen. En waren er nog andere dingen die verschilden van voor de Vitalizer? Ja, dus voordat we de Vitalizer geplaatst hadden, gebruikten we dat water omdat we het anders moesten afvoeren en dat zou geld kosten, maar niet omdat we er meerwaarde in zagen in het gebruik van het water. We versproeiden dat in de composteerunits, de afgesloten units zijn dat, waarin we dat dan versproeiden. En dan zetten we de ventilatoren uit, omdat we anders al die stank in de lucht zouden krijgen. En dan zou dat tot overlast kunnen leiden in de omgeving. Dus nu dat water niet meer stonk, konden we dat zonder problemen doen natuurlijk. Maar daarnaast zijn we overgegaan om dat water te gaan gebruiken als enting van ons verse GFT. Dus het GFT-afval komt binnen hier in de installatie. En dan sproeien we dan dat water overheen. En in dat water zitten, omdat het water zo van goede kwaliteit is, zitten daar ook micro-organismen in die gunstig zijn, zeg maar, voor die processen. Hè? Ook door de natuurlijke selectie en de recirculatie van het water nu. En dat er niet een tijd in zit dat het water van heel slechte kwaliteit is, waardoor slechte bacteriën komen, zeg maar anaerobe bacteriën, zijn die micro-organismen die we dan in het GFT brengen, die zorgen ervoor dat het proces meteen een goede start krijgt, het composteerproces. En daardoor zien we dat voorheen zeg maar de rijpheidsgraad van de compost aan het eind van het composteerproces ging vroeger zo op en neer, die was vaak aan de lage kant. Dus niet rijp genoeg compost. En soms was hij wel redelijk, maar nooit echt uitmuntend. En nou we dit gingen doen, dus het enten van dat water met die micro-organismen, waardoor het proces veel stabieler werd, kreeg dus ook dat de compost veel stabieler werd. En echt op een hoog niveau. Dus je kreeg veel stabielere compost van veel betere kwaliteit met de juiste micro-organismen erin. En daarbij kon nog dat het ook nog was in een kortere tijd. Dus voorheen composteerden we 4 à 5 weken. En nu composteren we eigenlijk 3 weken. En hebben we dus een betere kwaliteit in 3 weken dan voorheen in 4 à 5 weken. Al zo'n 10 jaar gebruiken we Vitalizer. En voorheen gebruikten we een ander type Vitalizer. Waarvan we eigenlijk zagen dat die kwaliteit langzaam terugliep in de loop van de tijd. En toen hebben we gedacht, nou we gaan met een andere proberen. En dat is dus de Lelyveld Vitalizer. Die hebben nou een
dikke 3 jaar in gebruik en is nog steeds prima in kwaliteit. Dus voorheen merkte ook dat we de vitalizer vaak schoon moesten maken en dat het allemaal wat heel nauw kwam. Je moest echt opletten op dat die in goede conditie bleef. Mm-hmm. Dus reinigen en zo. En andere zaken moest je opletten dat op de goede plek hing en dergelijke. En nu hebben we de Leeveld vitalizer, die hebben we geplaatst en hebben we echt niks meer aan te doen. Precies. Kun je iets zeggen over de ervaringen van mensen die dat dan gebruiken? Ja, zeker. Voorheen, toen werd het verkocht en soms ook wel aan particulieren bijvoorbeeld, die het dan in een aanhangertje meenamen voor in een tuin. En daar hield ik altijd mijn hart een beetje vast, want ik kreeg af en toe wel telefoontjes van dan hadden ze het op het gras gegooid en dan was het hele gras geel geworden of zo. Dus daar hield ik een beetje mijn hart voor vast voor dat gebruik. En eigenlijk sinds dat we die apparatuur gebruiken, dan kreeg ik ook wel telefoontjes, maar dan waren mensen, kregen echt hele enthousiaste telefoontjes van dat ze die compost gingen gebruiken en het werd afgeraden door de buren en zo. En nou hebben ze het toch maar gedaan en dan zien ze echt na een jaar dat hun boompjes die ze gepoot hebben, dat die echt 2 keer zo hoog zijn geworden als dat eigenlijk volgens het boekje had gemoeten, weet je wel. Dus ze krijgen echt gigantische goede ervaringen teruggemeld. En het feit al dat je het kunt gebruiken in de potgrond, dat wil ook al zeggen dat het van goede kwaliteit is. Ja. Want in de potgrond let men natuurlijk ook op dat er geen problemen zijn met toepassingen. Soms wordt het ook wel aan echte kwekerijen geleverd. Mengsels en niet puur compost, want dat is eigenlijk qua voeding veel te rijk. Dan wordt het verdund met veen. Maar dan heb je ook gewoon goede resultaten mee. Want het is natuurlijk zo dat vaak wordt de potgrond gemaakt van veen met kunstmest en kalk. En daar wordt dan een plant in opgekweekt. En tegen de tijd dat hij in de winkel staat, is die kunstmest eigenlijk een beetje op. Dan kopen de mensen, dan ziet hij nog mooi uit, de plant. Dan komt hij thuis te staan en is de voeding een beetje op. En dan verpietert zo'n plant eigenlijk vaak. En wat je dus ziet met compost, en vooral deze compost, is dat die micro-organismen die blijven bezig die organische stof af te breken met alle mineralen die daarin zitten. Dat blijft een actief gebeuren in die grond. Het is niet iets, een dood mengsel zoals met normale potgrond, met kunstmest en kalk. Dus daardoor komt heel geleidelijk komt die voeding vrij voor de plantenwortels. En zie je dus dat ook als die plant thuis staat op de vensterbank, dat nog steeds dat proces gaande is en dat die plant heel geleidelijk mooi stevig, gezond blijft doorgroeien. Dus dat is ook een resultaat wat je hiermee hebt.